Deze week is ons nieuwe kabinet officieel beëdigd. En wat is daar zo bijzonder aan? Nou, als we kijken naar die samenstelling, dat er opvallend veel vrouwen in zitten. Of eigenlijk moet ik zeggen dat het aantal mannen en vrouwen gelijk is verdeeld. Van de 20 ministers zijn er 10 vrouwen en 10 mannen. En dat is voor het eerst, hè? Naast mij staat Tanja van der Lippe en zij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. En ik ben benieuwd, Tanja, maakt het uit dat er zoveel vrouwen aan de top zijn? Of überhaupt dat er vrouwen aan de top zijn? Nou, dat is een goede en belangrijke vraag. En het is een vraag die wij hebben onderzocht in een groot Europees onderzoek. 9 Europese landen, waarvan Nederland één van de landen is. We hebben dat bij 15.000 werknemers gedaan, hun leidinggevende, in veel bedrijven. En ik sta hier, ik mag hier vandaag staan, maar we hebben dat met een team gedaan. En ik ben er trots op dat we vandaag de resultaten mogen bespreken. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Mijn naam is Desiree Hoving en ik ben jullie gespreksleider in deze online talkshow over vrouwelijk leiderschap. En die organiseren we samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht en de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. En ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor jullie vragen, want tijdens jullie aanmelding hebben jullie ons laten weten wat je graag wilde weten over vrouwelijk leiderschap en waar jullie mee zaten. En op basis daarvan hebben we dit programma ook samengesteld. Maar mocht je tijdens deze live-uitzending ook een vraag willen stellen, dat kan ook. En dat kan via Mentimeter. En je gaat het makkelijkst naar Mentimeter met je mobiele telefoon. Ik heb er zelf hier ook een. Je opent even je browser. En dan typ je in menti.com. Oftewel menti.com. Als dat gelukt is, dan typ je alleen nog maar een code in. En die code is 3167, moet ik even kijken, 7061. En dan ga ik hem toch nog een keer herhalen, want het is even superbelangrijk om dit even in je telefoon te hebben staan voor het komende uur. www, of eigenlijk kan je dat weglaten, menti.com. En dan de code, heb ik hem? Ja, 3167. 7061. Als het goed is, hebben jullie hem gevonden. Dan zijn jullie het komende uur ingelogd en dan zie je alvast een vraag. En die eerste vraag is, waar werken jullie eigenlijk? Wij zijn ook heel benieuwd wat voor mensen naar ons kijken. En de tweede vraag kun je dan ook meteen beantwoorden, want we kijken straks pas naar de resultaten. En dat is, met wat voor gender identificeer je? Vrouw, man, non-binair of anders? Ga ik even terug naar Tanja. Want Tanja, we hebben het vandaag vooral over vrouwen. Maar waarom is dat eigenlijk? Nou, daar zijn tenminste twee redenen voor. Hè, er zijn nog steeds relatief weinig vrouwen in de top. Om een getal te geven, in de raden van bestuur op dit moment in Nederland is 14% vrouw. In mijn eigen vakgebied, de wetenschap, hè, zijn 26% vrouw. En er is nu een wet op, om het aantal vrouwen in het openbaar bestuur te vergroten, leidinggevende vrouwen. En dat maakt ook eigenlijk de tweede reden. Want het lijkt wel alsof de impliciete aanname bij die wet is dat het dan voor verandering zou zorgen. He, dat het daar misschien mee beter af zou zijn. Dat de salariskloof tussen mannen en vrouwen kleiner zou zijn. Dat er bijvoorbeeld minder overgewerkt zou worden. Mm-hmm. Dat er een andere cultuur zou zijn. En ja, dat is belangrijk, vinden wij, om daar aandacht aan te besteden. Dus dat hebben we onderzocht. Ja. Ja, precies. Laten we even gaan kijken wie jullie zijn. Jullie antwoorden op die Menti-vragen van net. Ik zag ze net al in beeld verschuiven. Maar hoeveel van jullie komen uit de wetenschap, bedrijfsleven, overheid? Ik spiek even achter mij, want dat kan ik beter lezen. Dus ongeveer een derde van jullie komt uit de wetenschap. Nou, een vijfde uit de overheid. Bedrijfsleven is iets minder vertegenwoordigd. 12% zie ik nu. Veel van jullie hebben ook een eigen onderneming, toch? Meer dan ik verwachtte, 16%. En er zijn ook nog heel veel anders. Ik ben dan benieuwd wat, maar dat hoor ik later een keer. En zitten er nou evenveel mannen als vrouwen? En wie van jullie zijn non-binair? Kunnen we dat ook even in beeld krijgen? Hebben jullie deze vraag eigenlijk beantwoord al? Oh, dat, volgens mij gaat dat nu gebeuren. 100% vrouw, is dat echt zo?
hey, wat is dit een speciale manier van het in beeld brengen? Ja, deze vraag is nu aan het lopen. En ik heb het gevoel dat we met veel meer vrouwen zijn dan met mannen. En dat niemand non-binair of anders is. Nou, de werkelijkheid leert ook wel dat wij dit soort vrouwen altijd wat meer zijn. Dat ze meer zijn vertegenwoordigd. Dat maakt het ook een issue. Ja, is dat zo? Dat ze meer zijn vertegenwoordigd bij dit soort gesprekken. Bij dit soort onderwerpen. En dat maakt het zo belangrijk om er aandacht aan te besteden. Ja. Ja, en dus er zouden eigenlijk ook straks in de replay meer mannen naar moeten kijken. Misschien. Nou, waar wij in ieder geval voor hebben gezorgd, dat aan tafel er in ieder geval wel wat mannen zijn. Ja, straks. Ja. Ja. Laten we even gaan kijken naar het onderzoek wat je gedaan hebt. Ja. Want we hebben daar een mooie kennisclip van gemaakt. Van wat is nou die invloed van vrouwelijke leidinggevenden op de cultuur? Nee, wacht eens even. Ik wil jullie toch nog even één vraag stellen om even jullie lekker warm te laten draaien voor dit onderwerp. Want als je aan vrouwelijke leidinggevenden denkt, wat is dan het eerste woord waar je aan denkt? Het eerste woord, wat is je eerste associatie bij vrouwelijke leidinggevers? Één woord of twee woorden misschien. En dan brengen we dat samen in een soort woordenwolk straks in beeld. En dan ben ik ook even nieuwsgierig. Tanja, als jij één woord zou mogen verzinnen, welk woord zou dat zijn? Ja, ik kon natuurlijk even nadenken nu. Één woord is altijd lastig. Maar dan ga ik toch stereotypisch voor relationeel. Want ik denk dat vrouwelijke leiders vaak meer samenwerken, zich tot de anderen richten, collegiaal zijn. Dus samenvattend, meer relationeel. Relationeel. Nou, laten we kijken of dat woord ook terugkomt hier. Nou, ik zie het nog niet eens verschijnen. Empathie is een vrij groot woord. Dus dat betekent dat meerdere mensen dat woord hebben genoemd. Ook interessant. Ja. Inderdaad, klopt dat inderdaad? Ja, dat blijkt zo te zijn. Dat is ook onderdeel van een feminine leiderschapsstijl, waar we het straks ook nog over hebben. Ja. Empathisch is echt vast onderdeel van zo'n feminine stijl. Ja. Dus dat je je goed kunt inleven in de ander, zeg maar. En dat, ja, je kan ook zeggen dat dat relationeel is. Hè? Dus je bent meer op de ander gericht. Oké. Laten we even kijken welke grote woorden we nog meer hebben. Dat is sterk. Sterk, ook een mooi woord. Verbinding. Wat is nog meer een opvallend woord als jij naar deze wolk kijkt met in de tussen wel 80 woorden? Eens even spieken. Rechtvaardigheid vind ik ook een mooie. Cool. Ja. En heel gewoon zie ik ook. Merkel zie ik ook staan. Ja. Ja, prachtig. Ja, misschien kunnen we dat straks ook vragen aan onze gasten, wat voor associaties zij hebben bij leiders. Goed, jullie hebben even nagedacht over vrouwelijk leiderschap. Laten we gaan kijken wat voor invloed die vrouwelijk leiders nou op de cultuur hebben. En daar hebben we een mooi filmpje over gemaakt. Afgelopen jaren hebben mijn team en ik een groot onderzoek gedaan naar de invloed van vrouwelijke managers op de bedrijfscultuur. Ik was nieuwsgierig of vrouwelijke leiders met meer empathie en zorgzaamheid hun medewerkers aansturen in vergelijking met hun mannelijke collega-managers. Een spannende vraag, want we weten uit onderzoek dat vrouwelijke managers het anders doen dan hun mannelijke collega's. In 9 Europese landen zijn in 6 verschillende bedrijfssectoren 15.000 mannelijke en vrouwelijke medewerkers bevraagd. Wat zien en ervaren zij in de verschillen tussen een vrouwelijke of een mannelijke manager? Het onderzoek laat zien dat de vrouwelijke manager op 3 manieren het anders doet dan haar mannelijke collega. Het eerste verschil. Zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers ervaren meer ruimte en begrip om hun behoeften te uiten en daarover te spreken met de vrouwelijke manager. Men stapt dus gemakkelijk over de drempel heen en gaat het gesprek aan. Het tweede verschil. Zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers durven eerder verlof op te nemen als dat nodig is voor de privésituatie. En het derde verschil. Op een afdeling waar een vrouw leiding geeft, wordt gemiddeld minder overgewerkt. Dus medewerkers doen binnen de reguliere kantoortijden wat ze kunnen doen en gaan op tijd weer naar huis. Het onderzoek toont aan dat vrouwelijke managers een positieve invloed hebben op het welzijn van de medewerkers in een bedrijf.
Dus daarom mijn oproep: meer vrouwelijke managers zijn absoluut nodig. Ja, en we gaan het hebben over die vrouwelijke leidinggevende en de cultuur met onze drie gasten die intussen aangeschoven of zijn komen staan hier in deze studio van de KNAW. En ik wil jullie een hartelijk welkom heten. Abigail Norville, jij bent plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Ja. Dan hebben we Marie de Gaai-Voortman, jij bent advocaat bij Houthof. En Roek Lips, jij bent oprichter van nieuweleiders.nl en je hebt ook een boek geschreven. Dan moet ik even spieken, wie kies je om te zijn? Hartelijk welkom, jullie alle drie. Fijn dat jullie hier zijn gekomen. En jullie hebben ook het filmpje gezien en dan ben ik heel benieuwd, even een kort rondje. Herken je iets uit het filmpje? Wordt er bij jullie bijvoorbeeld, Abigail, minder overgewerkt nu jij zo'n beetje aan de top staat? Ik ben in oktober 2019 begonnen bij het ministerie. En in januari werden wij allemaal overvallen door corona. Ja. En vanaf die periode hebben mensen geen verlof gehad. Of een aantal mensen hebben geen verlof gehad. Dus het geeft ook maar meteen aan dat de keuzes die je moet maken als leidinggevende ook contextgedreven zijn. En een heleboel mensen bij mij hebben te weinig of geen verlof gehad de afgelopen tijd. Wat ik dan wel probeer te doen is vragen of dat allemaal nog wel gaat. En ook thuis of het nog goed gaat. En dat we wel afspraken maken over wanneer dat verlof dan wel opgenomen kan worden. Of ja, op welke manier we toch ervoor kunnen zorgen dat mensen kunnen ontspannen. Want dat is wel nodig. Maar ik ben niet de leidinggevende geweest die de afgelopen 2 jaar ruimhartig is geweest met verlof. Nee. Nou, dankjewel voor deze reactie. Begrijpelijk. Kijk ik even naar Marie. Jij hebt ook gekeken naar die verandering in de cultuur die uit onderzoek is gebleken. Herken jij dat? Ik herken wel dat er duidelijk is dat er wel invloed is. Er is een bekend onderzoek van McKinsey over de power of parity. En die bevestigt eigenlijk ook wat hier is. Dat er een vrij grote invloed is van vrouwen als die in de top zitten. Ook op, dus die kunnen wel de invloed hebben op de bedrijfscultuur. Zometeen gaan we het over hebben dat ze kennelijk ook niet meer zijn dan een radartje. Maar als je al kijkt op teamniveau, dan is het vrij fundamenteel dat vrouwen in de top kunnen bijdragen aan betere draagvlak voor besluitvorming. En ook de verandering en innovatief zijn. Maar hieruit blijkt dat er inderdaad, dat is hartstikke mooi, dat er gewoon een luisterend oor is. Precies. En dus het empathisch vermogen, transparantie over wat er gebeurt. En dus voel je ook vrijer om in te haken, omdat je ook een beetje gevoel hebt dat je leidinggevende laat zien wat belangrijk is. En een omgevingsbewustzijn. Allemaal eigenschappen die gewoon heel belangrijk zijn om jezelf te kunnen zijn. En dat is de kern. En om je veilig te voelen en ook te weten dat ook andersdenkende of andersziende of wie dan ook allemaal een plek in de organisatie verdienen. En dat is eigenlijk de kern wat je hier ziet. Ja. En, leuk dat jij daar ook ander onderzoek eventjes meteen bij haalt. Dank je wel daarvoor. Roek, herken jij iets over familievriendelijke cultuur bij al die leiders die jij hebt gesproken voor nieuweleiders.nl? In het kader van al die gesprekken die ik voer, en dat is wat heel wat anders dan het onderzoek wat Tanja heeft gedaan. Precies, dat is geen wetenschappelijk onderzoek. Dat is een heel ander soort expertise. Ja. Tegelijkertijd heb ik het gevoel van, hoe meer ik erover hoor, hoe complexer ik het onderwerp eigenlijk vind. Ja? En hoe minder ik het gevoel heb ook dat ik kan zeggen van het zit zo of het zit zo. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat dit zo'n ongelooflijk genuanceerd onderwerp eigenlijk is. En dat is niet leuk voor een talkshow, want dan heb je veel liever dat je zegt zwart-wit. Maar ik denk dat het een heel genuanceerd onderwerp is. En dat het de verleiding heel groot is om gelijk stickertjes te plakken. En te zeggen, dat is typisch mannelijk en dat is typisch vrouwelijk. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat dat de grootste valkuil is bij dit onderwerp. Ja. Ik heb op LinkedIn gepost dat ik hier naartoe ging. Ja. En ook met de vraag, kunnen we het eigenlijk nog wel hebben over vrouwelijk en mannelijk leiderschap in deze non-binaire tijden, inclusief leiderschap, dat soort onderwerpen. Ja. En daar werd ook wel op gereageerd op die vraag. En dat mensen zeiden, eigenlijk kan dat misschien helemaal niet meer zo. En moet je het hebben over inclusief leiderschap. En
Ja. Bewust leiderschap. Of bewust, ja. Maar ja. Ik blijf altijd wel vinden dat er toch wel goede reden is om, wat jij net ook op inging, Tanja. De vrouwen zijn nou eenmaal wel de grote minderheid. En er is natuurlijk, als je kijkt naar het 14% percentage in de raden van bestuur. En er zijn betere percentages bij raden van commissarissen. Maar dat is ook een gemiddelde. Dat betekent dat er nog steeds heel veel organisaties zijn die bij wijze van spreken 100% mannelijke commissarissen hebben. Ik denk dat er wel echt reden is om naar die grote minderheid van vrouwen, om die een luidere stem te geven, al helemaal in deze tijd. En in essentie gaat het natuurlijk om die vrouwelijke eigenschappen, niet om mannen, vrouwen. Precies. Het labelen, helemaal mee eens. Ja. Dat is ingewikkeld. Maar je moet het wel verduidelijken. Mag ik je heel eventjes daarop inhaken? Want jij zegt, ik vind het belangrijk om het over vrouwen te hebben, omdat ze de grootste minderheid zijn. Bedoel jij dat als je het... Maar als je dat, zijn zij dan een soort katalysator voor nog meer inclusief denken? Eigenlijk zeg ik, alles wat je eigenlijk opwerpt, wat maakt dat je het er niet over kan hebben, brengt ons verder af van het doel. Namelijk dat we weten dat er meer vrouwelijke eigenschappen in het leiderschap van nu en dat er meer bewust leiderschap van nu nodig is. Dus dat is de reden waarom ik er eigenlijk relatief fel op inga. Omdat ik denk, zo kun je wel meer bijna dooddoeners opwerpen. En dat doe ik met respect. Ja. Maar anders kom je er niet bij wat ook die resultaten zijn. Namelijk, hoe verlaag je die drempel in de algemene zin? Ja. Hoe zorg je dat er meer verlof kan worden opgenomen? Hoe zorg je dat mensen een betere balans werk-privé hebben? Ja, precies. En dat is precies. Ik geef hem toch ook weer terug even aan Tanja, de onderzoeker. Want jij hebt al gemotiveerd waarom we het over vrouwen hebben. Maar misschien... Kan jij toch nog even een statement maken? Ik wil daar een onderzoeksbevinding aan toevoegen, graag. Want natuurlijk, mannen, vrouwen als leiders en inclusief leiderschap, ik zou zeggen, hoort bij elkaar. Mm-hmm. Wat wij vinden, we hebben gevraagd, familievriendelijke cultuur. Dan zegt een mannelijke manager vaker dat die familievriendelijk is dan een vrouwelijk manager. Maar vraag je het aan de werknemer, dan is dat precies andersom. Dus in die zin, ik begrijp goed, we moeten helemaal geen stickertjes plakken. Dat, als wetenschapper doe je dat eigenlijk ook niet. Dan onderzoek je gewoon en dan kom je met uitkomsten. En ik zou wel zeggen, deze uitkomsten zijn wel, voor zover ik dat kan zeggen, waar. Het gaat over een echte grote populatie. Dus ik ben het er mee eens, inclusief leiderschap is ook nodig. Maar dat neemt niet weg dat je ook naar dit soort kwesties moet kijken. Heel snel, precies. Even, wij hebben ook onderzoek gedaan bij Houthof, nulmetingsinstituut onderzoek, trouwens door de Universiteit van Utrecht, Joanneke van der Toorn, bij Houthof. Tuurlijk. En daar blijkt ook dat de inclusiviteit door mannen bij Houthof als meer inclusiviteit wordt ervaren dan vrouwen dat ervaren. Dus wij zien wel eenzelfde soort tendens. Een gelijk patroon. Ik wil er nog wel even op inhaken. Graag. Ook omdat ik zag net die staatjes voorbij komen. En hoeveel mannen nu naar deze talkshow kijken en hoeveel vrouwen. Het risico vind ik van op het moment dat je het heel erg over aantallen gaat hebben, loop je ook het risico dat mannen zich minder aangesproken voelen in dit onderwerp. Hè? Zo van, als er nou maar voldoende vrouwen komen, dan hebben we het opgelost. En ik denk dat de oproep die erin zit net zo goed ook voor mannen geldt. Ja. Dus we hadden het net al een beetje over feminine kwaliteiten en masculine kwaliteiten. En ik denk dat dat ook voor mannen ongelooflijk belangrijk is. Als we het over modern leiderschap hebben, denk ik dat de kunst is om beide kwaliteiten te kunnen beheren. En ook in je portefeuille te hebben, als het ware. Ja. En in te kunnen zetten wanneer het een of het ander nodig is. Ja. En dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Ja. Je instrumentenbox moet goed gevuld zijn en die moet je kunnen leeghalen op het moment dat het nodig is. Precies. En dat gaat over masculine kwaliteiten en feminine kwaliteiten. Ja. Laat ik toch eventjes weer terugbrengen naar die vrouwelijke leidinggevende, omdat dat een beetje die toch centraal staan. Die willen we toch even belichten. Als je denkt aan een goede vrouwelijke leidinggevende, dan denk ik aan Jacinda Ardern, omdat zij zo deze coronacrisis goed op een empathische, maar toch daadkrachtige manier geleid heeft. Als jullie aan een vrouwelijke leidinggevende in je hoofd moeten nemen, waarvan je denkt, die bewonder ik, of die eigenschappen vind ik interessant voor deze tijd. Waar denk je dan aan?
Heb jij dan iemand in je hoofd, Abigail? Of nee. Kan jij een eigenschap noemen? Ik heb altijd best wel veel moeite om iemand te noemen. Ja. Omdat ik altijd weet, ik ken die persoon niet. Nee. Dus die persoon die kan daar op de media heel goed op uitkomen. Maar ik heb geen idee hoe die persoon in vergaderingen is of één op één. Dus ik spreek me eigenlijk pas uit over mensen als ik ze ook daadwerkelijk ken. Ik heb niet echt een voorbeeld. Nee. Ik heb nu een fijne leidinggevende, maar dat is een man. Daarvoor had ik ook een fijne leidinggevende, ook een man. En ik heb eigenlijk alle soorten wel gehad. Ik heb mannen gehad die ik onwijs fijn vond om mee te werken, maar ook helemaal niet fijn, heb ik ook gehad. Mm-hmm. Ik heb ook vrouwen gehad met wie ik heel tof heb gewerkt, maar ook met wie ik niet leuk heb gewerkt. En waarvan ik vond dat ze het niet goed deden. Wat is dan een eigenschap waarvan jij vindt dit is een eigenschap van een goede leider? Iemand iets gunnen. Ja. Ja. Dus ook weten wanneer je niet naar voren hoeft te stappen. Hè? Ook ik als plaatsvervangend SG hoeft niet altijd op de voorgrond te zijn. Want ik heb directeuren en afdelingshoofden en coördinatoren en collega's die het werk doen. En het gaat niet altijd om mij. Dus af en toe, huppakee, moet je iemand een zetje geven. Ja. En iemand iets gunnen. Ja. Ja, mooi. Geen haantjesgedrag. Geen haantjesgedrag. Ah. Oh, stiekem koppel ik daar dan toch een bepaalde sekse aan. Maar misschien is dat meer kapstok. Roek, ik kijk ook even naar jou. Naar rolmodellen? Naar rolmodellen. Ja, nou, het is wel grappig dat je die vraag stelt. Want dus nu ik een tijdje geleden met die gesprekken over het nieuwe leiderschap en zo begon. Toen begon ik ook na te denken over rolmodellen en kwam inderdaad al heel snel bij de Jacinda uit. En bij Angela Merkel natuurlijk in Duitsland. Werd net ook genoemd. En toen dacht ik ook, dat is eigenlijk heel kwalijk. Ja. Hè, als het over rolmodellen gaat, dat we dan gelijk over buitenlandse voorbeelden gaan hebben. Toen, inmiddels ben ik wel wat verder en ik denk, nee, we hebben ze in Nederland ook wel degelijk. Gisteren had ik bijvoorbeeld een prachtig gesprek met Gerdy Verbeet. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van een vrouwelijk leider, maar met voldoende masculine eigenschappen ook. Dat hij zich ook op een hele naturelle manier staande heeft weten te houden in die ingewikkelde Haagse politiek. Ja. Gelukkig mag dat ook, hè? Ja, en ik, volgens het onderzoek. Ja, maar ik zou ook een heel ander voorbeeld kunnen noemen. Dat kwam ervoor in een gesprek met Julia Wouters, die ook veel op dit onderwerp aan studie heeft gedaan. En die noemde mij het voorbeeld, heel verrassend, van Job Cohen. Oh. En die zei van, dat is nou typisch een man met heel veel feminine kwaliteiten. Aha. Dat is een man die sterk is in de twijfel. Zichzelf niet de hele tijd voorop stelt, wat jij ook zegt. Ja. En zegt, maar daar word je soms ook wel gek van. Gek. Want hij stond ook wel bekend als degene die moeite had om beslissingen te nemen. En die kant is er ook. Ja, mag ik dan toch een vrouw noemen? Op dit moment de Annemarie Manger bij Tata Steel. Die eigenlijk de transformatie leidt naar dat waterstof, dat duurzaam staal met behulp van waterstof. Terwijl dat bedrijf natuurlijk verguisd wordt aan alle kanten door de milieuproblematiek. Maar die gaat als enige voor de camera staan. Mooi interview ook met haar in het NRC. En wat voor eigenschap zou jij... En ik heb natuurlijk gezien, ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik betrokken ben als advocaat bij die transformatie. Maar wel heb gezien dus hoe zij als ook ingenieur, maar wel een team met mannen leidt als vrouw. Maar met name dat zij uit de schaduw, dus juist als je onder druk staat, denk je van nou ik trek me terug. Maar dat ze er juist voor is gaan staan en communiceert en... Ja. Ook empathisch zich uitlaat en dat soort zaken. Dus ik zie wel, daar is wel moed voor nodig. Ja, mooi. Ik weet van jou, Roek, dat jij ook zegt van nou, deze tijd vraagt ook op een andere manier van leiding geven. Kan je daar wat meer over vertellen? Want hoe zit dat? Wat maakt deze tijd zo speciaal dan? Nee, dat boek wat het nu net uitgekomen is, dat gaat onder andere over de vraag van hoe geven we nou leiding in een tijd dat niets meer vanzelfsprekend is. En ik denk dat dat echt kenmerkend is voor deze periode. Hè? Voor onze ouders was dat nog wel, waren een aantal dingen nog redelijk vanzelfsprekend. Maar nu is dat absoluut niet meer. En juist dan bijvoorbeeld zijn een aantal masculine kwaliteiten heel gevaarlijk. Want masculine kwaliteiten zijn onder andere bijvoorbeeld het wel zeker willen weten. Mm-hmm. En je daar ook op voorstaan. En dat hebben we ook bijvoorbeeld in de coronapandemie gezien. Hoe de regering daar ook mee worstelt. Omdat er wordt eigenlijk van leiders verwacht dat ze laten zien, ik weet welke kant het op gaat. Ja. Terwijl als je heel eerlijk bent, moet je zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet op het ogenblik. En dat geldt voor zo ongelooflijk veel onderwerpen. Want je zou rustig kunnen zeggen dat
deze periode een aanreiging is van allemaal crisissen. En ze worden nog niet allemaal even hard benoemd. Inmiddels wordt het wat meer. Hè. De wooncrisis hebben we. Nou, we hebben de zorgcrisis, onderwijscrisis, noem ze maar. Klimaatcrisis niet te vergeten. Ja. En dat zijn allemaal dossiers waar we eigenlijk van moeten zeggen, we weten het niet precies hoe we dit allemaal gaan oplossen. En dan zijn een aantal feminine kwaliteiten, bijvoorbeeld om heel eerlijk dat ook te durven zeggen, dat je het niet weet. En een bepaalde empathie is natuurlijk al vaker genoemd, maar ook de twijfel met elkaar delen, die is ongelooflijk relevant. Ik denk een van de grootste risico's voor deze tijd, en dat is een mannelijke eigenschap, de neiging om dingen te simplificeren. Ja. En te zeggen van, weet je, als we het nou zo goed doen, dan lossen we het wel op. Ja. En heel veel mensen hebben de neiging om dat wel te volgen. Ja. He, want omdat er zoveel onzekerheid is, is de behoefte aan houvast heel erg groot. En dan heb je veel liever iemand die zegt van, follow me, I'm the leader, en wij gaan het op deze manier doen. Ja. En ik denk dat dat nou juist heel gevaarlijk is in deze tijd. Ja. En Michiel, hoe geef jij daar invulling aan bij jou, bij VWS, om te gaan met deze tijd, zoals Roek benoemt? Ja, misschien goed wel om te verduidelijken, ik zit niet midden in de crisis. Mijn portefeuille bevindt zich op andere aspecten, maar bijvoorbeeld wel de nafase corona, dus voorbereiden op een parlementaire enquête, miljoenen stukken documenteren, dat soort zaken. Dat is een aspect of een uitvloeisel van corona. Maar ik probeer wel duidelijk te zijn naar mensen in, we gaan een bepaalde kant op, maar ik weet nog niet precies waar het naartoe gaat. Ja. Maar een stap moeten we wel zetten. Ja. Stilstaan is geen optie. Ja. En ik merk dat mensen dat wel aankunnen. Maar het vraagt ook wel dat je elkaar vertrouwt. Hè? Dat mensen ook met mij die stap willen zetten. Ook al weten we niet precies waar het naartoe gaat. Ja. En sommige mensen vinden dat ook ingewikkeld. Hè? Ik ben een nieuw programma begonnen voor jongeren. Of niet alleen maar voor jongeren, maar voor mensen die misschien een andere route hebben gelopen om aan hun diploma te komen. Of naar andere werkervaring hebben opgedaan. En dat is een pilot. En we weten nog niet precies waar het naartoe gaat. En ik merk dat er mensen in mijn organisatie en ook deelnemers het wel spannend vinden van, ja, waar sta ik over een jaar? En dan moet je elkaar dus vasthouden en zeggen, nou, we gaan dat goed begeleiden. En we gaan er eerlijk over zijn. En we gaan er alles aan doen om je goed te laten landen. Maar het is ook jouw eigen traject. Dus wat heb je zelf ook in te brengen. Maar je moet er dan net iets meer aandacht aan besteden dan wanneer alles heel blauw is ingericht en dat je precies weet over een jaar waar je staat. Ja. Ja, interessant. En Marie, jij hebt binnen Houthof ook zit jij ook binnen een diversiteit en inclusiviteitscommissie. Hoe geef jij vorm aan deze nieuwe manier van leiding geven die deze ingewikkelde tijd vraagt? Ja, dat is een commissie. Het mooie van de diversiteit en inclusiviteitscommissie van Houthof is dat die natuurlijk breder is dan gender, vrouw alleen. Dus het gaat over alle vormen. Maar ook dat die commissie breed is. Dus niet advocaat alleen of partners alleen, maar iedereen, de stafafdelingen, iedereen in de organisatie. Omdat het ook besef is dat diversiteit en inclusiviteit ook van iedereen is. En het mooie is dat die commissie een vrij grote mate van vrijheid heeft om ook namens Houthof overal aanwezig te zijn en in ieder geval informatie op te halen. Maar we realiseren ons heel goed dat inclusiviteit eigenlijk alleen maar een bedrijfscultuur kan beïnvloeden op het moment dat het wel gedragen wordt door de leiding. En dat betekent dat er in alle organisaties waar er veranderingen nodig zijn, dat ook het meeste harde werken is. Ja. Dus daar moet je denk ik ook wel, dus op die manier wil je wel aan de slag om te zorgen dat je goed beslaagt ten ijs, zorgt dat ook werkelijk zaken veranderen. Ja, en precies. Dan blijkt bij ons toch een knelpunt te zijn, als ik toch kijk naar de loopbaan van advocaten, dat wij beginnen nu al, ook mede door de corona, met 80% instroom vrouwen. Dus dat is niet alleen bij Houthof, maar ook bij peerkantoren zo. En dat we nog steeds zitten met 20% vrouwen in de top, dus partners. Dus ergens raken we ze toch een beetje te veel kwijt, zou je kunnen zeggen. En dus daar ligt een uitdaging dat precies dat gesprek waar jij het ook zo mooi over hebt, Abigail, dus dat je wel. En daar zul je iedereen, dus ook nog steeds, zijn het merendeel van de partners, mannelijke partners van Houthof, zijn eigenlijk de direct leidinggevende en fundamenteel van belang voor de carrière. En
als je dan het onderzoek hoort en dat zij het idee hebben dat ze het heel goed doen en dat ze heel masculin of heel feminien empathisch zijn, terwijl dat niet aan de andere kant wordt ervaren, dat is waar HR-afdelingen het meeste gericht zijn op trainingen en bewustwording en de unconscious bias, dus de voordelen eruit halen. Dat is heel concreet waar we mee bezig zijn. Ja, dankjewel. Ik richt me eventjes weer tot de deelnemers thuis, want wij hebben het nu over de invloed van vrouwelijk leidinggevende op de cultuur. Ik ben ook benieuwd, hebben ze nou invloed op de salariskloof? Want het is nog steeds zo dat vrouwen 17% minder verdienen dan mannen, maar zou het kunnen zijn dat als er een vrouwelijke leidinggevende is, dat die kloof dan wat kleiner wordt? En dit is een vraag voor jullie in Mentimeter. Denken jullie, ja, die kloof wordt kleiner of nee, die wordt niet kleiner? En als jullie die vraag nu even beantwoorden, vlak voor dat jullie het antwoord krijgen, dan ben ik heel blij. Dan gaan we nu kijken naar het goede antwoord. En dan hoor ik straks wat jullie geantwoord hebben. Afgelopen jaren heb ik met mijn team onderzoek gedaan naar de invloed van vrouwelijke managers op de bedrijfscultuur. Ik was nieuwsgierig of deze vrouwelijke leiders nu ook de salariskloof tussen mannen en vrouwen kunnen verminderen. En die kloof is nu groot. Vrouwen verdienen gemiddeld 17% minder loon dan hun mannelijke collega's. Er wordt vaak gezegd dat dat komt door de keuzes die vrouwen zelf maken. Ze onderbreken hun loopbaan of gaan minder werken vanwege de zorg voor de kinderen. Maar zou het niet zo zijn dat de vrouwelijke manager er ook toe doet? Er zijn 3 mogelijke antwoorden. De eerste is, ja, ze doen ertoe. Het zijn change agents. Ze hebben er zelf veel moeite voor moeten doen om op deze plek te komen en daarom willen ze de situatie van hun vrouwelijke medewerkers verbeteren. En ze hebben ook de macht om het te veranderen. Daarnaast denken mannelijke managers vaak dat mannelijke medewerkers beter zijn. Vrouwen hebben dat voordeel niet. Het tweede mogelijke antwoord is nee. Het werkt juist averechts. Het zijn queen bees. Queen bees zijn nog seksistischer dan de mannelijke manager. Zij ontkennen dat er genderongelijkheid is. Ze hebben moeite moeten doen om hogerop te komen en vinden dat andere vrouwen maar zelf hun best moeten doen. Of ze hebben er een belang bij het zo te houden, om hun eigen positie veilig te stellen. Het derde mogelijke antwoord is nee. Vrouwelijke managers zijn niet anders dan radertjes in de machine. Vanuit deze gedachte maakt het niet uit of een manager een man of een vrouw is. De organisatie is een groot systeem waarbinnen individuele managers niet in staat zijn om dingen te veranderen. Ook al zouden ze dat heel graag willen. En wat laat het onderzoek zien? Vrouwelijke managers zijn slechts een radar in het systeem. Om de loonkloof kleiner te maken, moet er dus meer gebeuren dan alleen meer vrouwelijke managers. Ook de organisatie moet veranderen. Pas dan maken we echt het verschil. Ja, en hoeveel van jullie hadden dat nou goed? Hoeveel dachten jullie dat die kloof nou niet kleiner werd, wel kleiner werd? En ik moet even achter me kijken. Nou, het is bijna 50-50. Iets meer dacht dat het niet kleiner werd. En dat is natuurlijk het juiste antwoord. Dank jullie wel. En ik wil onze tafelgasten die net zijn weggelopen ook heel hartelijk bedanken. Dus Abigail, Marie en Roek, dank jullie wel. Ze zijn buiten wild. En intussen hebben wij nieuwe tafelgasten waarmee wij verder gaan praten over, over hoe dat nou moet met het verkleinen van die loonkloof onder andere. Want dat is geen simpele oplossing voor of zoiets. Ik ga even door naar mijn volgende slide, want ik ga ze even voorstellen aan jullie. Christine Schangauer, als ik jouw naam goed uitspreek. Jij bent partner bij Partners at Work. En Diana Starman, jij bent lid van de Raad van Bestuur bij de Sociale Verzekeringsbank. Ja. Hartelijk welkom. En jullie zijn hier in de studio. Maar online bij ons aanwezig is ook nog Wiebe Draaier. Een hartelijk welkom. En jij bent...
Ja, aan het knikken, dus jij hoort ons ook. Fantastisch. Jij bent voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank. Fijn dat jij ook aanwezig bent, Wiebe. Met jullie gaan wij kijken naar de toekomst. Want hoe verkleinen we die salariskloof onder andere? Wat is daarvoor nodig? En hoe zorgen we dat die vrouwelijke leidinggevenden een blijvende invloed hebben op die organisatiecultuur? Ja, wat moet er nou eigenlijk veranderen? Ik doe weer even een kort rondje. Eerst bij jullie. Christine, als jij even denkt aan de toekomst, wat voor antwoord komt er dan in je op? Wat zou jij willen veranderen? Nou, wat betreft de loonkloof is het natuurlijk geen thema van alleen de vrouw. Dus nee. Wat dat betreft denk ik dat, dat het een organisatorisch probleem is. Hè, dat we veel breder moeten kijken dan alleen dat vrouwen eigenlijk de ambassadeur zijn om de loonkloof te verkleinen. Dat zou wat zijn. Ja. Het is een, ik denk ook dat, dat het belangrijk is dat je eigenlijk binnen de organisatie in ieder geval bewust bent. Of in ieder geval onderzoekt ook van, is er überhaupt een loonkloof bij ons? En hoe willen we daarmee omgaan? Ja. Dat is eigenlijk mijn beeld. Ja, ga ik toch ook even naar Tanja. Want Tanja, ik had jou eigenlijk willen vragen van, ja, die loonkloof wordt niet verwijderd of wordt niet kleiner als er een vrouw aan de top is. Dus waarom hebben we het hier dan nog over eigenlijk? Nou, precies wat Christine zegt. Het is het systeem wat moet veranderen. Ja. Het is niet alleen maar meer vrouwen of een vrouwelijke manager. Maar het systeem, kijk naar het beloningssysteem. Niet alleen de organisatie, maar ook de samenleving. De genderstereotypering die er nog steeds heerst. Wij vonden overigens wel in ons onderzoek, een vrouwelijke manager maakt niet uit in Nederland. Maar wel als er meer vrouwelijke managers in de hele organisatie zijn. Dan wordt de salariskloof kleiner. Aha. Oké, nou, dus dat is een goede om te onthouden. Ja. Diana, als ik jou vraag om naar die toekomst te kijken, nu je dit weet, waar denk jij dan aan? Ja, mag ik nog even inhaken op wat jij zegt? Want ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Binnen Sociale Verzekeringsbank hebben we ook gekeken van hoe zit het eigenlijk bij ons met de loonkloof? Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Dan blijkt daar eigenlijk een heel mini klein verschil zit. En in het voorgesprek zei jij al zelfs dat hele kleine mini verschil is al aanleiding om het over te hebben. Als ik kijk naar de genderdiversiteit in onze organisatie, dan is die echt 50-50. Wij zijn echt een organisatie waar net zoveel mannen als vrouwen werken. En ook in de top van de organisatie. Dus dat onderbouwt ook wel jouw stelling. Mooi. Dat daar één vrouwelijke manager niet het verschil in maakt. Maar op het moment dat er meer vrouwelijk management is, dat je dan ook kunt werken aan die loonkloof. En ik denk dat het belangrijk is, want die is er nog steeds. Dat verschil, dus daar hebben we nog wel wat in te doen. En een van de dingen die daar helpend in is, is naar mijn idee ook transparant zijn over dit onderwerp. Transparant zijn over die lonen. Volgens mij de Europese Commissie heeft daar een jaar of 4, 5 geleden al van gezegd van dat zouden we veel opener in moeten zijn, zodat het ook bespreekbaar wordt, zodat we daar ook iets aan kunnen doen. Ja. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is om die loonkloof te reduceren. Ja, en vraag ik ook even aan Wiebe, want jij hebt sinds jij bij de Rabobank bent gekomen, heb jij ook je best gedaan om de organisatie meer evenwichtiger, gelijkwaardiger te maken, wil ik zeggen. Ik zoek even naar het goede woord. Er zijn in ieder geval, jij hebt het quotum al lang gehaald. Er zijn niet evenveel mannen als vrouwen aan de top. Maar hoe zit dat bij de Rabobank, Wiebe? Nou, inmiddels zijn we 50-50 in de top. Dus daar klopt het in de board van de Rabobank. In de groep van de top 200 zitten we nu op 35%. Dat gaat aardig in de richting. Ik ben ook heel expliciet geweest dat 50-50 voor mij de enige juiste getal is. Als je kijkt naar de ontwikkeling waar we naartoe moeten. Maar dit komt wel van een tijd, 7 jaar geleden toen ik binnenstapte. Was er 1 vrouw in de top 200. En ik heb me daar wel eens over uitgelaten dat ik geloof dat een quotum niet een werkend mechanisme is. Maar en ik ben me echt met rotte tomaten bekogeld toen ik dat zei. Ik geloof dat het oprecht wel te fixen is in korte periode. Als je op een juiste manier, althans als je met volle overgave en met de juiste maatregelen die hier werk van maakt. Het is prima op te lossen. Ik vond overigens de discussie over die loonkloof wel een ingewikkelde. In de zin dat ik heb evenveel overtuiging op het onderwerp van gelijke kansen voor vrouwen als
als over hun gelijke salaris. Dus ik wil gewoon niet, als ik over aan het eind van het jaar afzwaai, wil ik niet meer hebben dat er één beslissing is genomen die de andere kant op werkt dan naar gelijkheid van salaris. Niet één. Alles moet in die kant, moet daarop gericht zijn. Toch als ik de analytische doe op waar we nu staan, dan is er nog een kloof. En dat zit hem bijna ook op gewoon de methodologie zelf. Het is een heel vervelende insteek, maar hier zijn we in een wetenschappelijke wereld. Ik vind dat het nog steeds iets schort aan de manier waarop we dit meten. En dat is een beetje technisch antwoord, maar als je nog niet een volwaardige piramide 50-50 hebt in de hele onderneming, dan werkt het feit dat er toch een exponentiële stijging van salaris is naarmate je naar de top toe gaat, werkt in een nadeel van die loonkloofanalyses. Ik heb dus niet kunnen vaststellen dat er één beslissing is, ja, waar dan ook in Rabobank, die wijst op een niet gelijke beloning. Er is geen één functie waar je geen gelijke beloning krijgt. Er is geen enkele vrouw die minder krijgt dan een man. Maar toch zeggen dat het al een kloof is. Dat moeten we oplossen. Ja, ik heb hem helemaal door. Dankjewel voor deze reactie. Ja. Ik wil het ook nog even hebben, want dat hadden we het in de eerste tafel ook al over dat er leiderschapstijl ertoe doet. Hè. We hadden het over feminine en masculine leiderschap. En het is niet zo dat alle vrouwen nou feminien zijn en alle mannen nou masculien, maar hoe zit dat nou eigenlijk, Tanja? Wat is feminien en masculien eigenlijk? Ja, want het heeft natuurlijk wel te maken met vrouwelijk en mannelijk leiderschap, maar niet alleen. Nee. Feminien leiderschapstijl, dat onderscheidt zich door de kenmerken, en jullie zien het nu ook thuis, aandachtig, begripvol, collegiaal en bescheiden. Een masculine leiderschapstijl kenmerkt zich door competitie, door dominantie, zelfverzekerdheid en ambitie. En dat vertaalt zich in een stijl, dat een masculine stijl is meer op autonomie gericht en een feminine stijl is meer op de ander gericht. Een masculine stijl, zo staat in het boekje, want er zijn natuurlijk gradaties, gaat uit van de hiërarchie en het werk moet gebeuren. Hè? Dus eigenlijk zoals Roek straks ook zegt, het werk moet gebeuren. Terwijl een feminine stijl zegt, we doen het met elkaar, collegiaal. En hoe doen we het werk? Dus dat is het basisverschil tussen deze twee stijlen. Ja, dank voor deze uitleg. Ik ga me even aan Diane vragen. Want jij bent eigenlijk al op heel jonge leeftijd leider geworden. Welke stijl heb jij je toen aangemeten? Ja, ik heb daar even een ontwikkeling in doorgemaakt. Omdat toen ik begon was ik net 30, 31 geloof ik, in mijn eerste leidinggevende functie. En ik kwam terecht in een heel mannelijk gezelschap. Het managementteam bestond toen eigenlijk alleen maar uit mannen. En ik dacht dat ik me daaraan moest aanpassen. Mm-hmm. Namelijk er ook heel erg met zware stem, vuist op de tafel. Ik kleedde me toen ook zo, hè, een donker broekpak, want dat hadden die mannen ook. Ik had geen stropdas, zover ging het niet. Maar toch, en ik merkte eigenlijk al heel snel dat dat niet bij mij paste. Het voelde heel oncomfortabel. Dus ik heb, dat is mijn ontwikkeling die ik daarin heb doorgemaakt, geleerd dat ik gewoon veel effectiever ben door mijzelf te zijn. En ook iets daarin kan toevoegen. En dat zit een deel in die feminine eigenschappen. Ook ik wil niet zeggen dat ik helemaal geen masculine eigenschappen heb. Integendeel, die stijl is er ook. Het ging wat in het eerste gesprek ook was. Welke rugzak heb je en wanneer kun je welke situatie zet je het in? Maar het is wel iets wat ik heb moeten leren daarin. En ik denk, dat is ook wel wat ik anderen mee wil geven. Wees vooral jezelf. We zijn aan het zoeken juist naar diverse teams waarin we verschillende stijlen nodig hebben. Maar dat moet ook de ruimte geven voor ieder om daar zelf in te zijn. Ja, ik ben wel benieuwd, Christine. Want jij suggereert, of jij doet suggesties voor de beste kandidaat voor een bepaalde positie. Maar hou jij dan ook rekening met of iemand feminien of masculien is? Of kijk jij meer naar gender, hoe doe je dat? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, diversiteit is nu echt absoluut een hot topic. Bijna bij alle search aanvragen is het in ieder geval een onderwerp van gesprek. Ja. En waar wij nu naar kijken vanuit de Partners at Work is vooral de complementariteit. Dus dat zijn ook de gesprekken die we voeren. Van je kunt wel op zoek gaan naar die ene vrouw tussen al die mannen of nog een andere man erbij. Maar waar heb je nou het meeste aan? Waar heeft jouw bestuur of raad van toezicht nou het beste? Hè, waar ga je
wat gaat het nou laten vliegen? Wat voor persoon is dat? Ja. En dat heeft niet alleen maar te maken met feminine leiderschapstijl of een masculine leiderschapsstijl, maar ook welke waardes breng je mee? Wat is je achtergrond? Hoe sta je in verbinding met jezelf tot de ander en de wereld? Ja, dat vind ik veel interessantere gesprekken. En dat soort gesprekken voeren we nu veel meer dan alleen maar, ja, het moet een vrouw zijn of het moet een man zijn. Ja. Eerlijk gezegd vind ik dat best wel achterhaald. Ja, dat is achterhaald zelfs. Ja. 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 Wiebe, vind jij dat ook achterhaald inmiddels? Ben jij het eens met Christine? Of zeg jij, nee, ik doe het anders? Nou, ik vind het achterhaald als het gaat om man-vrouw diversiteitsverschuiving. Ik vind het wel nog steeds relevant als het gaat om culturele diversiteit. Ik denk dat we daar nog steeds diezelfde insteek moeten kiezen. We moeten echt op zoek naar meer culturele diversiteit. En daar moet je meer dan gemiddelde maatregelen voor treffen. Ik geloof overigens, als ik een eerlijkheid en een bekentenis doe, ik geloof erin om bij gelijke kwalificaties een vrouw te kiezen. En ik ben er heel vocaal over geweest. Dus het is niet dat we gestreefd hebben naar gelijkheid. Nee, bij gelijke kwalificaties voorkeur voor een vrouw. En dat is niet omdat we die quota wilden halen, maar omdat er een overtuiging achter zat dat die bij gelijke kwalificaties vrouwen harder hebben moeten werken om te komen waar ze zitten om die gelijke kwalificatie. Die hebben meer die barrières die jullie allemaal beschreven moeten doorstaan om daar te komen. Dus ze hebben meer in hun mars. Dus ze hebben meer toegevoegde waarde bij gelijke kwalificaties. Dus ik ben eigenlijk doorgeschoten in dat gelijkheidsprincipe. Ik heb het een beetje een ongelijkheidsprincipe gemaakt. Ja, ik vind het wel interessant dat je dat quote benoemt. Want daar heb ik toevallig ook een vraag over aan de deelnemers thuis. Of dat vrouwenquotum nou ook zorgt voor een meer collegiale cultuur. Meer familievriendelijk. Nemen de werknemers dan eerder verlof op. Dat soort dingen. Helpt dat vrouwenquotum nou, ja of nee? En volgens mij stond die vraag al eerder in beeld. Dus ik kijk gewoon achterom. Ik zie dat 61% het eens is daarmee en 37% oneens tot nu toe. Ik kijk heel even kort. Zijn jullie voor of tegen een quotum? Ja, ik vind de stelling eigenlijk niet zo. Ik zou mezelf nu in de categorie oneens zetten, omdat ik denk dat het quotum as such niet helpend is in het zorgen voor een collegiale, familievriendelijke cultuur. Okay. Helaas hebben we het quotum nog nodig, omdat we zien dat de cijfers nog niet zo zijn, de gelijkheid er nog niet zo is, zoals ik hoop dat die er zou zijn. Ja. Maar het is niet de directe oorzaak voor een andere cultuur, denk ik, in een organisatie. Nee, dan laten we zo even over hebben wat er dan wel voor nodig is, voor die cultuur. Ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Ja? Ik vind het, ja, een organisatie is een systeem. En een vrouwenquotum alleen heeft geen direct kausaal verband met een collegiale en familievriendelijke cultuur. Nee. Dus ik denk dat er nog veel meer nodig is binnen een organisatie. Als je zegt, nou, we willen graag meer een empathischere cultuur, we willen een warmere cultuur. Dan denk ik dat er veel meer voor nodig is dan alleen een vrouwenquotum. Bijvoorbeeld ook, welke prikkels zijn er in een organisatie als het aankomt op beloning of op afrekening of promoties? Dus dat gaat verder dan alleen de vrouwen in leidinggevende posities krijgen. Precies, hoe je mannen afrekent. Ja, Tanja. Dat quotum is hier, denk ik, bedoeld als de wet op het openbaar bestuur. Dat er meer vrouwen komen in bestuurlijke functies. Ja. Een derde vrouwen, zeg maar. En dat gaat dan over de raden van commissarissen. Dat zijn er maar 90. Ja. Nou, maar 90, dat zijn natuurlijk enorme bedrijven. Maar daarbij is ook zo dat er een streefcijfer komt. En dat mogen de 5000 andere bedrijven gewoon zelf afspreken. Maar dan moeten ze het ook wel laten zien of ze het halen. Ja. Dus het is ook een voorbeeld, zeg maar. Dus ik volg jullie, want ik denk een quotum is in deze zin nog steeds nodig. En misschien moeten we het ook wel over een cultureel quotum hebben dan. Ja, daar voor culturele daar ben ik sowieso voorstander van. Hè? Want als we het hebben over mannen en vrouwen, dan ben ik persoonlijk al meteen dat ik denk, maar hoezo? Ja. Want als we op die manier alle vormen van diversiteit gaan aanvliegen, dan zijn we, denk ik, wanneer mijn kinderen kleinkinderen hebben, misschien nog niet klaar. Dus laten we het veel integraler aanpakken. Laten we kijken naar verschillende vormen van diversiteit. Hè. Wie benoemde net ook al culturele diversiteit. Ja. Ik vind dat nog heel erg laag op de agenda staat. Zeker als je kijkt in de top. Hoe krijgen we het hoger op de agenda?
Wat? Nou ja, het klinkt misschien een open deur, maar ja. Bewustwording. Mm-hmm. Dus ik heb me wel eens afgevraagd... welke onderzoeken zijn er gedaan naar wat culturele diversiteit gaat brengen? Of bijvoorbeeld diversiteit op het gebied van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Ja. Of mensen met een beperking. Ik denk dat als we dat nu niet integraler aanpakken... dat we echt van alle kanten worden ingehaald. Maar vooral dat je eigenlijk ook talent verliest in Nederland. En dat zou ontzettend zonde zijn. Ja. Nou, ik denk dat heel erg helpend is wat Wiebe net ook net zei. Dat je ervan overtuigd bent dat op het moment dat je een divers team hebt... dat je veel verder komt met elkaar. En of dat dan in man-vrouw zit of in culturele diversiteit... of ook niet zichtbare diversiteit, want die is er natuurlijk ook. Het gaat er heel erg om dat je een divers samengesteld team hebt... daar ook de ruimte voor biedt, nieuwsgierig bent naar elkaar daarin... en elkaar verder helpt om het product of je dienst te verbeteren. En die overtuiging, die zou er meer moeten zijn. Het is wel grappig, want... In de searchvak, toevallig benaderde ik een man van de week voor een hele leuke opdracht. Een man, en hij verontschuldigde zich dat hij man was en 55. En hij vond het heel gek dat ik hem benaderde. Dus ik zei, maar hoezo voel je dat zo? Dus je merkt ook wel dat mannen, op het moment dat je het een ding van maakt, dat mannen ook afhaken. Dat is ook talent. Dus ik vind het heel erg zonde als we het alleen maar gaan hebben over mannen en vrouwen. Ja. Of, hè? Dus laten we het veel integraler aanpakken. Laten we kijken naar waarden, laten we kijken naar je achtergrond, de kenmerken. Dat zijn veel mooiere gesprekken die we met elkaar kunnen voeren. Maar ook de basis, ook de basis. Want als we het over culturele diversiteit hebben... dan moeten we ook meer kijken naar het onderwijs. Daar moeten ook de talenten gekweekt worden. Deels. Dus als je kijkt naar het onderwijs, zeker in het hoger onderwijs... zie je dat er hartstikke veel buitenlandse studenten zijn. Als je kijkt naar de instroom, dan zie je dat het ook nog best aardig gaat. Maar waar stokt het? Bij de doorstroom. Want als ik kijk nu... Ik heb zelf gestudeerd aan de UvA hier... en ik ben niet geboren in Nederland. Toen ik in mijn studententijd op zoek was naar rolmodellen... kon ik ze heel moeilijk vinden. Dus we hebben als organisatie en ook als BV Nederland iets te doen... als het gaat om doorstroom. Ambassadeurschap creëren binnen organisatie. Net werd ook al genoemd door Abigail Norville. Gunnen. Hè? Je moet een aantal mensen ook in de organisatie hebben... die je dingen gunnen. Precies. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Ja. Nu ben ik wel heel benieuwd, Wiebe. Zou jij dan iemand als Abigail de volgende CEO maken? Of ik zeg het verkeerd. Zou die jouw plaats in oktober in kunnen nemen... Ik noem maar iets. Hoe ga jij op zoek naar jouw opvolger? Nou, strikt genomen ga ik daar niet over. En ik hou dat ook heel zuiver in het oog. Hè, want de Raad van Commissarissen benoemd. Maar wat mijn opdracht was en is om te zorgen dat er een diverse set van kandidaten beschikbaar is... waaruit dan de RVC kan kiezen. En dus mijn hoop is ook dat ik dat werk goed geleverd heb straks... als die keuze gemaakt moet worden. Waar ik wil er geen verantwoordelijkheid voor nemen, want het is hun verantwoordelijkheid. Maar ik wil wel zorgen, kijk, hier heb je kansen voor kiezen. En ik denk, als ik even terug mag nog naar je eerdere vraag over quota, maar ook over de vervolgdiscussie. Ik zie quota ook als een noodzakelijk kwaad, eerlijk gezegd. Dus ik ben het gedraaid. Ik ben het gaan steunen, omdat het een noodzakelijk kwaad is. Eigenlijk is het een paardenmiddel. En de benefits die ik heb zien komen van diversiteit liggen ook ver voorbij de getallen die we in het quota hanteren. Dus er wordt iets van 30% gehanteerd, maar eigenlijk de benefits komen bij 40% en 50%. Dus ik vind dat we verder moeten. Ja. En als er iets is wat ik zou willen toevoegen aan de route die we kunnen lopen is, we moeten leren, dus het klinkt heel soft misschien, we moeten een skill ontwikkelen in het waarderen van wat de diepere inbreng is van de mensen die we hebben. En dan opent zich een heel spectrum van mogelijkheden om meer divers talent te benoemen. Want als je je werkelijk verdiept in de waarde van het individu, los van wat er omheen zit, wat het gender is, wat de culturele achtergrond is, als je durft het gesprek aan te gaan over wie ben jij en waar sta jij voor. En kies ik de persoon die jij bent, los van het omhulsel. Dan kom je tot ware diversiteit. En dus ik wil heel erg inzetten, ook binnen Rabo, op die waardering voor de persoon die achter die schil zit. En daar op diversiteit halen. En dan gaat het uiteindelijk vanzelf naar de normaal verdeling die we in het land hebben. En ik wil er nog een stapje verder gaan, Wiebe. Hè? Want je doet het al. Goed bij de Rabobank, hè? Alle lof daarvoor. Maar zou je nog een stapje verder willen gaan en alle beursgenoteerde bedrijven, hoe zou jij die overtuigen dat ze ook dat moeten doen? Heb jij daar een idee voor? Nou ja,
Nou, ik was een van de medestarters van de charter Talent naar de Top, nu inmiddels 11 jaar geleden. En ben vorig jaar dus gestart met een initiatief over culturele diversiteit met exact dezelfde filosofie en dachten. We beginnen met een gesprek binnen de, in dat geval de, het gebouw van de SER. Nodigen daarbij die leiders uit waar we het net over hadden. En we maken dat ze zich committeren aan een stap voorwaarts. Niet per se een quotum op het gebied van culturele diversiteit, want dat werkt heel anders en die getallen zijn anders. Maar wel een collectieve commitment om die stap te maken. En als we dat doen, als we die beweging op gang brengen, dat kan je in Nederland doen. Nederland is een land waarbij je eigenlijk kan je iedereen uitnodigen die je wil beïnvloeden. En dan heb je een beperkt gezelschap, kan je in die kamer van de SER kon je dat regelen. En dan zitten ze daar. En als je die mensen dan meekrijgt, en dat is toen wel eens de verdubbelaar van Draaier genoemd op die avond. Ik heb toen gezegd, wij willen gewoon het aantal verdubbelen van cultureel diverse leiders. En waarom doet niet iedereen dat? Want het zijn zulke kleine getallen, dat verdubbelen is makkelijk. En dus zo'n beweging kan je op gang brengen door dat soort commitments uit te spreken. Niet om met je vinger te zwaaien en bestraffend te willen zijn, wat mij betreft. En ik denk dat die beweging kan. En ik denk dat er ook commitment van heel veel van de leiders in Nederland is inmiddels om daar ook echt mee aan de slag te gaan. Ik denk dat corona heeft ons weer heel veel in zekere zin afgeleid van die noodzaak. En ik wil heel graag weer terug naar die ernst en noodzaak om daar grote stappen in te maken. Ik denk overigens dat dit thuiswerken, en mijn excuses dat ik er niet fysiek aanwezig ben, een van de voordelen is dat er een veel neutraler beeld op je kwaliteit komt via dat online kanaal en via thuiswerken. Al die vrijheden die waar je net over had als gezinssituatievrijheden zijn veel makkelijker in te zetten met die nieuwe wereld. Dus ik denk dat we in een nieuwe fase komen, dat we opnieuw weer die leiders bij elkaar moeten roepen en hen moeten committeren. Maar dat het ook beter kan. Nu, dat je gelijk krijgt. Ja, ik vind het een mooie, een hoopvolle boodschap. Ik hoop dat wij hier aan tafel of hier in de studio ook zo hoopvol zijn. En dan ben ik heel benieuwd, Tanja, hoe kijk jij nou naar de toekomst? Wat moet er nog gebeuren? Ja, nou, laat ik eerst zeggen, ik vind dit heel inspirerend om zo over onze resultaten en verder te kunnen praten. En met deze leiders, nou, dat maakt mij hoopvol. Ik denk ook, ik hoor ook, we kunnen niet achteroverleunen. Voor de toekomst, ik ben een wetenschapper, dus ik kijk ook naar onderzoek. We hebben het nu gehad over de vrouwelijke leiders, een uitstapje gemaakt naar culturele diversiteit. En de mannelijke leiders dienden eigenlijk alleen maar ter vergelijking. In ieder geval ook in ons onderzoek. Mm-hmm. Dus mijn nieuwe stap en eigenlijk ook mijn oproep aan de leiders, geef ook aandacht aan de mannelijke managers. We zien dat op dit moment in de maatschappij gaat het over de zorgrol die de vader kan hebben. Er is de wet op het ouderschapsverlof. En ik ben ook benieuwd, wat betekent dat voor die vader? Die gaat meer zorgen, maar wat betekent dat voor de mannelijke manager? Gaat hij ook anders mannelijk leiding geven? En een stap verder, als een mannelijke leidinggevende, zeg maar wat ik noem een traditionele situatie, dus zijn partner heeft een minder carrière, maakt dat uit voor zijn leidinggevende? Ja. Of, net zoals veel vrouwelijke leiders hebben, een partner die net zo een topcarrière heeft. Hè, wat doet dat met zijn leidinggeven? En dus ik denk dat het ook weer tijd is om naast vrouwen toch ook aandacht te besteden aan de mannelijke manager. Ja, ja. Heel goed, dankjewel. Ik heb ook nog een aantal vragen, daar hebben we nog net tijd voor. In hoeverre gaan vrouwelijke managers anders om met andere kwetsbare groepen? Op basis van leeftijd, migratieachtergrond. Is daar op basis van onderzoek iets uit bekend? Ik weet niet, er komt iets in beeld waar wij even niks mee doen. Ik zie de vraag nu ook even niet meer die ik hier heb. In hoeverre gaan vrouwelijke managers nou anders om met andere kwetsbare groepen? Daar hadden we heel in het begin over. Ik zou zeggen, een feminine leider, als je kijkt naar die kenmerken, empathisch, begripvol enzovoort. Ja, die gaan anders om met andere culturele groepen. Van nature, zou ik zeggen, in zo'n stijl. Ja. Of dat altijd vrouwelijke leiders zijn. Dat weet ik niet per se. Nee, dat hoeft niet per se. Ik kijk ook naar jullie, helemaal maar eens. Volgens mij gaat het om die feminine eigenschappen, die openheid, die kwetsbaarheid laten zien. En dat nodigt uit
denken, is veel uitnodigender, denk ik, dan de stelligheid die we vaak zien in een meer masculine stijl. Ja, ja, ik heb ook genoeg mannelijke leiders gehad en leidinggevenden gehad die dat ook heel goed konden. Dus ja, het is heel erg belangrijk om het niet over man en vrouw te hebben, maar over die leiderschapskwaliteiten die we allemaal bezitten, maar en die je ook kunt inzetten en ontwikkelen. Precies. Ja, ja, precies. En tenslotte, is er een omslagpunt bij een bepaald percentage topvrouwen? En ik denk dat het dan gaat over de cultuur, vermoed ik. Is er een omslagpunt? Want dat is dat kwotum, toch? Als er 30% vrouwen aan de top zijn, dan verandert er iets. Ja, en ik zie een vinger op het scherm. Van wie bedraai je? Oh, die had ik nog niet gezien. Wiebe, is dat zo? Is er een omslagpunt? Nou, dankjewel. Er zit een grappige vertraging in. Waardoor het lijkt alsof ik net niet aangesloten ben. Maar dat ben ik zeker. Nou, dit onderwerp heb ik ook een sterke overtuiging gekregen. Namelijk dat er is wetenschappelijk onderzoek die zegt dat het bij 30% is er een omslagpunt. Maar ik ben ervan overtuigd geraakt dat het alleen maar is omdat er geen wetenschappelijke data was voorbij dat punt. Inmiddels hebben we statistieken die we kunnen bedrijven op diverse teams, omdat we natuurlijk een grote organisatie zijn. En we zien eigenlijk dat je kan laten zien dat dat nog weer verder doorpakt richting de 50%. Sterker nog, we hebben nu statistische evidence op basis van teamprestaties, dat je kan zien dat eigenlijk het optimum bij 60% zit. Ja. En dus ik denk dat er wel degelijk een drempelwaarde bij 30% zit, maar dat de benefits van diversiteit nog weer verder rijken en doorschieten als je naar 50% gaat. Dus ik vind dat we los moeten laten ik zie het als een paardenmiddel om het op gang te brengen, 30%. Maar eigenlijk moeten we naar 50%, eerlijk gezegd, naar 55% of 60%, want dan kom je pas echt in de bereik van waarde. Dankjewel. Ik denk ook dat we hier misschien volgend jaar of wanneer die aantallen omhoog zijn geschoten. Ik hoop dat dat inderdaad net zo snel gaat als jij zegt. Jij bent heel hoopvol erover. Laten we dan weer bij elkaar komen. Dan heb jij vast weer onderzoek gedaan. Ik wil jullie nu Christine en Diana in ieder geval heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. En Wiebe natuurlijk ook. En Tanja, fijn dat jij je onderzoek hier nu hebt kunnen presenteren. Dus dank daarvoor ook. En kijkers thuis, dank je wel voor het kijken, voor het sturen van al jullie vragen. En ik hoop dat we hier nog lang niet over uitgepraat zijn met z'n allen. Dus ik hoop jullie graag terug te zien. Dank jullie wel.